De katholieke illustratie was vanzelfsprekend en leek onsterfelijk. Maar 19 oktober jongstleden verscheen het laatste nummer. Plotseling is het afgelopen. Een periode van bijna 102 jaren uit het Nederlandse Rooms-Katholicisme. Deze huisvriend van het Rooms-Katholieke gezin werd meestal door jong en oud stuk gelezen en bekeken. Het was heerlijk om bijvoorbeeld tijdens ziekte op bed eindeloos plaatjes en foto's te kunnen bekijken. Vooral de fotoreportages van de KI waren velen dierbaar. De gloriejaren van Rooms-Katholieke manifestaties en organisaties werden eigenlijk in 1953 afgesloten, toen met de viering van 100 jaar Kromstaf. De Zouaventijd was voorbij. Daarbij kwam voor de katholieke illustratie nog een ongunstige factor, en dat was de opkomst van andere geïllustreerde bladen en van de televisie ook. De uitgeefster van de katholieke illustratie probeerde de bakens nog te verzetten, onder andere door de titel Katholieke Illustratie te veranderen in Illustratie zonder katholiek. Nu is het omgekeerde het geval. Katholieken zonder illustratie. Het abonnementenaantal bleef teruglopen tot onder de 100.000. En bedrijfseconomisch schijnt dat niet langer verantwoord te zijn. Het hoogste getal bereikte de katholieke illustratie in 1949, namelijk 178.000 abonnementen. Wat overigens neerkwam op ongeveer 20% van de Rooms-Katholieke gezinnen. Een rijke geschiedenis die begon in 1867... is nu afgesloten. We zijn zo ver op zijn tijd voor dat het ook het enige geïllustreerde blad was, geloof ik. Ja. De dagbladen, althans in het begin van de 30e jaren, hadden bijvoorbeeld nog geen fotopagina's. Dat was de katholieke dagbladen. Van welk jaar dateert u de eerste foto in de katholieke illustratie? Ja, dat heb ik ergens gevonden, maar dat zou ik nou niet meer uit mijn hoofd weten. Dat is in 1885. Ja. Eerste foto, cliché. Een brand, geloof ik. Is hij dan Antwerpen? Ja, dat is dit. Raamsdonk na den brand van den 13 augustus laatstleden. En dat is 1885, ja. Zou het. Het lijkt mij interessant om eens te proberen met elkaar vast te stellen wat nu eigenlijk, volgens onze herinnering dan, want we kunnen natuurlijk niet al die jaargangen weer gaan zitten doorbladen. Wat volgens onze herinneringen eigenlijk die kattenillustratie voor een blad was. Wat er nou eigenlijk in stond. Maar vooral ook, of niet vooral ook, maar ook wel wat er niet in stond. Ik heb hier voor mij liggen het eerste nummer. En daar is eigenlijk de hele redactionele opzomming al typerend van. En ik vind een van de mooiste dingen die er in het eerste nummer staan. Een bericht aan het slot. En het is wel waard, geloof ik, even voorgelezen te worden. De administratie houdt zich aanbevolen ter opname in de kattenillustratie voor de toezending van schetsen of tekeningen van Nederlandse monumenten als kerkgebouwen, gestichten enzovoort, van portretten van beroemde katholieken en andere Nederlanders, die horen dan toch ook bij blijkbaar, als mede van kopieën met de meeste welwillendheid door de redactie zullen onderzocht en bij goedkeuring in de kattenillustratie worden opgenomen. Ja, mag ik even inhaken op die term beroemde katholieken? Hiernaast zie ik ook een monsieur Zwijzen met allemaal ridderordes en enorme zijden band. Ik geloof dat de katholieken het gevoel hadden, en niet geheel en al ten onrechte, dat ze maatschappelijk achter waren, achtergesteld en achtergebleven. En dat het blad ook een functie had van opblazen van een ingezonken zelfgevoel. De katholiek die daar bladerde, die zag daar de pausen, de Zwitserse garde en al die bisschoppen, kardinalen en rooms-katholieke jeugdfanfares, dat blies en dat tetterde maar door de bladzijden. En al die roomse jongens, die dachten wij zijn niet veel, die hadden een troost in het blad. Die kregen langzaam het idee, we zijn erachter toch nog wat. Dat werd met de jaren sterker, dacht ik ook, wat jij zegt. Ja, maar dat is heel gek, dat het sterker wordt. Je zou zeggen dat het in de tachtiger jaren het sterkst moet zijn, omdat het toen het meest achterlagen. Ja. Terwijl het in de dertiger jaren een regelrechte fanfare wordt, terwijl juist in de dertiger jaren het katholieke volksdeel met de universiteiten, met allerlei andere factoren, geëmancipeerd is. Bijkomt. Ja. Dat is een contradictie, een tegenstelling die ik niet goed begrijp. Wel toch deze kanttekening, als ik die maken mag, dat niet alleen de katholieke gemeenschap dan een zichzelf beschermende ghetto, een zichzelf beschermend ghetto karakter heeft, maar dat hebben dan toch ook het protestantse volksdeel en het socialistische volksdeel. Ja, dat is waar. En ze hebben alle drie de lust in die tijd om zich af te zetten tegen elkaar
en naar buiten te gaan al demonstrerende. De tijd van de demonstratieve optochten, meen ik toch, massaspelen. Daar zijn wij dan bijeen tot het houden van onze landdag. De grootser opzet wettigt de verwachtingen van grotere winsten voor het instituut bij het houden van landdagen beoogd. Welke zijn versterking van het gehalte en getal, hogere waardering bij heel het volk, bij hen voor wier heil het instituut bestaat en waakt. Zeker, ik weet het ook wij in deze bittere tijd, die de godsdienst haat, over heel de wereld zich loslaat, tegen al wat christen is. Ja, nu komt ook wel eens een keer flitsend in het brein de gedachte, die de eenvoudige nou dus uitspreken. Gooit onze lieve Heer niet zijn eigen glazen in. Kerkvervolgers blijven leven. Kerkverdedigers schiet men neer. Zij die nog bidden, worden schijnbaar niet verhoord. Die niet meer bidden, gaat het nogal goed in de wereld. De brouwers hebben nog geen armoede. De braven leven in nood. Het onrecht triomfeert. En het recht staat machteloos. Ah, waarlijk. Gooit onze lieve Heer niet zijn eigen glazen in. Zoals de bisschop, hoogwaardig excellentie. De bisschop in Oost-Pruisen is een herderlijke brief, zegt. Ah, wij hebben angst voor ons volk, wij hebben angst voor onze jeugd. We zijn bang voor groot afval. Van alle kanten klinken nu de kreten. De 2000-jarige droom van het christendom is uit. Het christendom is mislukt. We hebben geen God meer nodig. We hebben geen Christus meer nodig. We hebben geen kerk meer nodig. En de angsten kruipen ons. Mijn God, wat staat ons nog te wachten? Maar nu weten we. Denken niet dat ik mijn vader vragen kan en hij mij 12 legioenen hemmen kan zenden. Ja, ik meen dat het verdwijnen van het blad, dat zijn oorzaak ook vindt in het wegvallen van dat ghetto. Ja. Ja. Toen had je dus echt, dus, zoals je zo'n rubriek hier hebt, niet die beroemde rubriek uit dat blad, uit het rijke Roomse leven. Ja. Dat is een ghetto-rubriek. Hier wordt in foto's en korte onderschriften bij jubilea, bij inwijdingen van nieuwe kerken, bij vertrek naar de missie van paters en zusters. Daar wordt het hier een foto, de heer J. Veldkamp nam voor de 65ste maal deel aan de processie naar Kevelaar. Oh ja. En die staat hier met een foto aangegeven. Kijk, dat zijn binnenberichten, dat zijn binnenlandse berichten uit. Dat is de chroniek van ons Roomse gezin. Ja. Zo richtte zich ook trouwens die redactie altijd tot haar abonnees. Men had het al over het grote KI-gezin. Als je die rubriek van het Rijke Roomse Leven bekijkt, dan valt het op, namelijk, hoeveel er naar de missie vertrekken. En hoeveel uit de missie tegenkomen. Tussen haakjes, het is wel, ik vind dus een van de bedroevende aspecten van het verdwijnen van de katholieke statie, dat vooral de katholieke missionarissen, die allemaal het blad krijgen, hem straks niet meer zullen krijgen. En dat betekent voor die mensen, ik heb dat zelf in Afrika kunnen doen, heel wat. Maar goed, dan zie je hier bijvoorbeeld een plaatje staan, en dat vind ik dan toch wel indrukwekkend, van een zuster Maria Joseph, die teruggekomen is na 40 jaar uit Mongolië. Ja, ja, ik vind dat het hele gesprek heeft een beetje plaats in het klimaat van een zekere deernis. En dat is onvermijdelijk omdat wij uit die cocon gekropen zijn en een heel andere vlinders geworden.
Maar ik moet daar toch aan toevoegen dat als je zo'n plaatje bekijkt van zuster Bernulfa, die uit Tibet komt. Marie-Joseph, ja. Ja. Nou, die heeft het dan maar 40 jaar gezeten in de meest barre omstandigheden. Wij praten nu over ontwikkelingshulp, wat gewoonlijk neerkomt op het invullen van een girobiljet. En die mensen zijn zelf gegaan. En dat is de gedachte van Kennedy, die zegt we willen niet alleen gireren, we moeten ons persoonlijk inzetten. En dat hebben die nonnetjes en die, zoals ze dat heten, nonnetjes, hè, die zusters. En die paters en die broeders dan toch wel persoonlijk gedaan. Avant la lettre, nou, 40 jaar voor het modern was. Ja, ik dacht toen, ik heb dus die jaargang doorgekeken helemaal, met al die pagina's ook van het rijke Roomse leven. Toen dacht ik wel, over al die pagina's, er is natuurlijk wel een onvoorstelbare hoop heldhaftigheid geweest, hè, in die jaren. En dan komt mij een andere gedachte eigenlijk, namelijk wij zijn misschien iets te makkelijk in het veroordelen van het verleden, want je kunt je toch ook weer niet indenken dat al die mensen, nou, zoals tegenwoordig wel gesuggereerd wordt, allemaal zo bar geremd en neurotisch en ongelukkig geweest moeten zijn. Bepaald niet. Ja? En die heldhaftigheid, daar kun je alleen maar respect voor hebben, vind ik, want Mongolië, dat was zoiets als de maan toen. God, het was zo ver weg en die non zal misschien voor het eerst nog wel even teruggekomen zijn. Ja, is het trouwens nog? Ja, jawel, maar het is toch iets dichterbij gekomen, ik zo. Als ik nog even door mag gaan, want, dit was natuurlijk maar één aspect van de inhoud van het blad, hoor. Ik bedoel die rubriek, maar ik zei het net al, het gaat niet alleen om wat er in stond, maar het gaat ook, wat vind je hier nu bijvoorbeeld van wat er niet in stond? Wat vinden wij achteraf wat er niet in stond, is bijvoorbeeld dit blad, en ik geloof dat dat niet waar is geweest, is dit nu een kroniek van de werkelijkheid uit die jaren? Nee. Zoals je die historisch natuurlijk terugziende kunt zien. Vind jij dat, Chris? Nee. Wat mij bijvoorbeeld frappeerde is dit. Dit blad verscheen in deze jaren midden in de crisistijd. 33 is dat, ja. Nou, als je nou ziet hoe de werkeloosheid er in tot uiting komt, dat staan 3 foto's in over Amerika, wat toch wel ver weg is, maar en Nederlandse foto's over Nederlandse gevallen kom je nauwelijks tegen. Reacties erop ook niet. Wel een foto van een retraite voor werkelozen, dat zo nuttig is. Dus het is meteen weer in die sfeer getrokken. Maar, of van handenarbeid. Ja. Bovendien, en dat heb je in oude jaren. Mag ik even, Kees. Er staan wel verhalen hierin. Ja. Waar iets van die werkloosheid en de crisistijd wordt weerspiegeld. Maar dat is dan, dat moet ik je wel zeggen, vind ik. Ik heb ze gelezen. Toevallig van die ene jaar, dat is dan wel steeds in deze zin. Het is droevig. We moeten blijven bidden en vertrouwen. Zeer op een eiland levende gemeenschap. Is de illustratie niet geweest een week wat voor de katholieke bourgeoisie? Ja, ik moet toch op de opmerking van fans één exceptie vermelden. Dat is die 5-minuten-break van de geven. Die blijven fris. Dat is gek. Ja. Die haakte in op de actualiteit en die schroomde ook niet die dingen te noemen. De laag, om op jouw vraag een antwoord te geven, waarvoor de katholicalisatie bestemd was, dacht ik de bourgeoisie. Toch ook. Ja. Ik dacht niet de mensen die geld hadden en ook niet voor de arbeiders. Nee, want dan kijk, er staan bijvoorbeeld foto's in en dat is een beetje de geest van de Maasbode ook van die tijd. Zal ik maar zeggen, met Sinterklaas, dan wordt er heel uitvoerig over grote pakken uitgeweid. En tegen kerstmis en feestdagen worden er reportages over keukens en koks gegeven. Wat in die tijd, als je het met de achtergrond bedenkt, tenminste bij mij hoor, nogal pijnlijk aandoet, moet ik maar zeggen. En dat zou dus uit op kunnen maken, trouwens, ik vermoed dat de arbeider, zover hij dan niet werkloos was, in die tijd ook niet kon betalen misschien. Nee, nu is het wel merkwaardig om te weten dat in de crisisjaren het abonnementenaantal van de tijd, van de illustratie, op peil gebleven is. Oh, dat wel. En dat geldt niet alleen voor de katholieke illustratie, dat geldt ook voor Panorama, dat geldt voor wat er verder aan het leven en wat er verder aan geïllustreerde weekbladen verscheen. En dat zou misschien kunnen wijzen op het feit dat in een moeilijke tijd, een crisistijd, je toch zo'n huisvriend niet gauw wegdeed. Die bracht namelijk toch divertissement. Ja. Voor zover hij dan in de kringen van arbeiders gelezen werd. Je noemt daar een aantal geïllustreerde bladen. Wat mij altijd opvalt is dat de gehele geïllustreerde pers nu nog vrijwel voor 90% in katholieke handen is. Ja. En dat is een heel eigenaardig verschijnsel. En ik dacht dat dat de reden daarvan te zoeken was in het feit dat de katholiek in de 60e jaren van de vorige eeuw niet veel las. En dat langzamerhand de noodzaak steeds dwingender werd om hem iets te laten zien. Hij was een plaatjeskijker. En voor de Roomse pers werden dus die machines aangeschaft. En nu die noodzaak verdwenen is nog steeds de geïllustreerde pers in
katholieke handen. Ja, wat dat betreft zitten we, mijn heren, onder een heel merkwaardig schilderij, voorstellende de commissarissen van de NV de Spaarnestad, geschilderd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de katholieke illustratie. Het is geschilderd door Herman Moerkerk, het schilderij die vele jaargangen van de katholieke illustratie met zijn pentekeningen verlucht heeft. Heet het zo? Ja, dat heet zo, ja. Nu vind ik het merkwaardig te weten dat die man in het midden met dat paarse befje, met het witte, ja, deze man, ja, dat is deken Van Dam uit Den Haag en die is president-commissaris van dit gezelschap, dus van de Spaarnestad. En twee van links zit deken Sonda, dat is dus ook een geestelijke, en die twee heren zijn dus commissaris van die NV de Spaarnestad. Maar drie van links is ook leuk, dat is meneer Beynes, dat is tijdens het Uitrechtse congres, dan heeft de heer Beynes, heeft bij hem thuis de gast kardinaal Schulte uit Duitsland. Hè? Kijk, hier zit hij. Ja. Prachtig plaatje, je ziet dus dat de kardinaal dat kussen krijgt onder zijn voeten. Oh ja. En Van Rossum is die niet te zien? Ja, die moet door vele malen, dat is Uitrechtse congres, dan is hij kardinaal legaat. Oh ja. Hier komt hij aan. Ah ja. Ja, dat heeft mijn vader helemaal meegemaakt in 24, die zat ook in het comité. En die heeft op het terras van de poort van Kleef de kardinaal Van Rossum voorbij zien komen. In een karos met 6 paarden. En een rode rakker had toen op de klinkers geschreven met krijt: Jezus ging te voet. En dat was een dissonant, dat was jammer, dat was niet op gerekend. Net zo'n dissonant, denk ik. Het is eigenlijk, Van Rossum was een hele nederige, aardige man hoor. Ik geloof dat hij mateloos in die karos geleden heeft. Dat geloof ik. Nou, hij moest een cultus ondergaan die natuurlijk, waar hij ook niet schuldig aan was. Hij moest een soort heilige worden door wat er van de mensen zou doen. Maar als je nu op dat Uitrechtse congres, dat was echt een hoogschieter in die jaren, maar een karakteristiek die uit zo'n hele jaargang naar voren komt, vind ik althans, zo is het, althans wat dan het religieuze gedeelte betreft, en dat zal misschien mensen van nu met bepaalde weemoed vervullen, het maakt namelijk de indruk dat het altijd zo geweest is en het zal ook altijd zo blijven. Dat suggereert ook een bepaalde veiligheid. Onrust is er niet in die kerk. Alles het geloof spreekt vanzelf zoals de geloofsbeleving dat ook is. En kijk dan, als je dat met nu vergelijkt, met al die splinters en stukken die er afspringen, dan moet dat voor oudere mensen wel, dacht ik zo, als zo'n oude jager nog eens vanzelf door zouden bladeren, wel een wat pijnlijke ervaring zijn misschien hoor. Ja, van weemoed vervullend. Jawel, ja. Want in die tijd was, dan moet ik zeggen, was alles waar en alles zeker en alles veilig. En geen mooie reportage dan uit kloosters. En de eeuwige stad. En Rome uiteraard. Ja. Hè? Dan zeggen, niemand is verwonderd om die hele poespas rond de paus en zo. Alles, nou ja, het is allemaal heel gewoon. Ja, die nadruk op Rome als eeuwige stad is zo merkwaardig. Daar wordt de constantheid van het leven zo in benadrukt. Hè? Het was vast.
Of het vast was, weet ik niet. Ik geloof dat het een kunstmatige geborgenheid was. Dat de hele evolutie, het doorstromen van de tijd, gewoon dammen in werden gezet. En daar stond het water stil. Ja. En dat moet een gevoel van veiligheid gegeven hebben. Dat geloof ik ook, ja. Eén ding is overigens bij al die veranderingen wel hetzelfde gebleven in de loop der jaargangen. Dat is het, dat is dan heel gek eigenlijk. Dat is toch het aantal, laten we zeggen, preutse lezers geweest. Als je ziet de twee bekendste gevallen in de geschiedenis van de illustratie waar men zich heeft opgewonden over, bloot. Ja. In de katholieke illustratie. Dat is dan dat beroemde geval waar op een gegeven moment, ik geloof dat het deze jaar in Schotwijk, nou het doet er ook eigenlijk weinig toe. Daar is een plaatje in de zin van koningin Astrid. Oh, daar zijn de rouwen voor geweest, en, ja. Dat herinner jij misschien ook? Ja. Waar zij dus met laag uitgesneden hals gefotografeerd is. En dat is afgedrukt in de katholieke illustratie. Ja, het is ook heel gek, komt hier ook uit voort, ja, dat de term onzedelijk alleen slaat op bloot. Ja. Niet op moord of inbraak of allerlei vormen van... Maar alleen bloot. Maar dat is niet Rooms, dat is Nederlands. Toch wel? Ja, de term onzedelijk wordt ook in de Telegraaf gebruikt voor niet nader te noemen handelingen. Ja, precies hetzelfde. Maar niet voor gangsterfilms. Nee, want ik heb ook een verhaal gelezen over de oorlog van een soldaat die dan sneuvelde, maar hij had zijn reinheid bewaard. Dan mag hij verder heel het dorp uitgemoord hebben, ja, maar die reinheid was intact gebleven. Ja. Dat is ook dat verhaal daar van de schrijver, die misschien herinnert. Dat is in rijmvorm, maar een typisch verhaal, dus toch wel uit die katholieke illustratie van die dertiger jaren. Om nog even terug te komen wat voor soort verhalen dan erin stonden. Het gaat over de schrijver, de vermaarde schrijver Kolvers. Het heet De rechterhand van Herman Kolvers. En hij schrijft dus ook slechte werken, onzedelijke werken. En inderdaad, die spotten dus met de moraal. Hij krijgt een ongeluk en zijn rechterhand wordt tijdelijk verlamd. En dan bekeert hij zich in het ziekenhuis. Ja. En dan verscheurt hij, zoals je hier ziet, de vellen. 100 volgeschreven vellen werden één voor één verscheurd. En de vlammen van het haardvuur hebben het wit in zwart gekleurd. En dan komt hier de moraal. Kort geleden kwam van Kolvers een roman uit, Vier en Kloek. Het gebed van den Verdolde is de titel van het boek. Ja, maar ik denk wel dat zijn inkomen toen beduidend is gezakt. Ja, daar ben ik ook bang voor. Ja, maar dit, toch is het wel dit gerijm. Ja. Dan zie je toch wel een stuk ontwikkeling, want kijk, zo in het begin van deze eeuw, ik heb al op die literaire begrip gewezen, maar toen werkte wat toen in de katholieke kring als belangrijke schrijvers of schrijverschool, Melati van Java en Marie Koenen en mevrouw Steenhoff Smulders en Vesters, weet ik het allemaal, die werkten allemaal aan mee. En die pater van Meurs, geloof ik, van de Lans. Ja. Dan vind ik wel dat het blad dus, kijk, blijkbaar later op toch een iets ander publiek is gaan mikken. Ja, dan in het begin. Ja, maar ook duidelijk is, omdat natuurlijk het cultuurelement intussen door andere bladen is overgenomen. Ja. Met andere woorden, je vindt in die dertiger jaren, behalve dan een enkel verhaal in de illustratie van Anton Kolen, daar geen werk in van mensen die aan de gemeenschap meewerken. Toenmalige katholieke jongeren, zoals na de oorlog ook geen katholieke schrijvers van enige betekenis. Of toch niet veel, dacht ik, aan de illustratie hebben meegewerkt. Nee, dat geloof of wel, ik niet. Vergis ik mij. Nou, ik zag nog net vanmiddag op een leestafel, zoals het heet, nummer gewoon van 23 september. En daar zag ik nou, dat is dan nog een mooi besluit, dat in dat nummer Teun de Vries een interview heeft met Vestdijk. Dat is toch wel een mooie doorbraak naar de achterdeur die dan in zicht komt. Lijkt mij. Maar het is dan tijd voor een afscheid van het blad. Ik geloof toch dat we kunnen besluiten dat we er met weemoed van afscheid nemen, min of meer. Althans dat heel veel mensen dat doen. Ja, ik niet hoor, want dat heeft in mijn leven nauwelijks een rol gespeeld. Nee. Nou, die indruk heb ik tot nu toe niet gehad. Jawel, ik heb van het begin af aan die twee enkele jaren gelezen die wij thuis hadden. Maar die lasjes die waren niet beslissend, nou toch hoor. En verder heb ik het dus nooit gevolgd, moet ik eerlijk zeggen. Dus weemoed is er bij mij helemaal niet hoor. Dat moet ik niet zeggen. Ik geloof wel, als het dan geen weemoed is, dat we toch kunnen zeggen dat we er hartelijk afscheid van kunnen. Jawel. Met het hart dus. Ja, nee, dat wil ik wel doen. Zover dat mogelijk is, maar... Nee, weemoedig ben ik niet hoor. Nee. Spijnig is dat misschien wel.
Ja, dat weet ik niet. Maar, dat lijkt me niet. Ja, ja. Yes, ja. Ik denk weer terug. Ja. Dit gaat er ook weer op. Ze zitten in de kast in. Hoe lang hebben ze nou bestaan? 101 jaar? 102 jaar. 102 jaar. 102 jaar. Ja. Hier is de eerste jaargang. 18. Dat zijn 67. Plak in de Garibaldi, hè? Ja, ja. De strijd tegen de keizer, daar begint het ook mee. Zouave. Ja.